Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. En in deze video een terugblik over het jaar 2022. Ons eerste jaartje met de caravan. Zoals jullie weten hebben we ongeveer 10 jaar, zoals het met een mooi woord heet, gecamperd in onze camper. En deze ingeruild voor een caravan en wat voor eentje. Een Erebar Puk met hefdak, zodat deze lekker compact achter de auto hangt. Om de caravan eens goed uit te testen, was ons eerste weekendje op camping in de kleine Abshoeven. Hier namen we onze eerste beelden van de caravan, zoals de caravan tour op. Maar ook de eerste vliegbeelden met de drone. En ik kan u verzekeren, deze doet het nog steeds. We wilden in principe meteen naar de zon, lekker overwinteren in het zonnetje. Maar door alle coronamaatregelen en drukte op de campings, hadden we besloten om deze reis toch niet te maken, maar verbleven we 3 weken in Nederland. Ik moet wel toegeven dat Nederland even heel anders is dan Spanje. Maar ach ja, Nederland heeft ook erg mooie, pittoreske plaatsjes en schitterende natuur. Na 3 weken kou, regen en storm hadden we al even iets anders verdiend, bijvoorbeeld een lekker luxe hotel. Dus wat dacht je dan van een nachtje Efteling? We waren allebei al meer dan 15 jaar niet geweest, dus eigenlijk alles was nieuw voor ons. En als je iets moet aanwijzen wat ik het mooiste vond en het leukste vond, dan ga ik misschien toch wel stiekem voor de watershow. In de maand maart wilden we een tweede poging wagen om naar Spanje te gaan. Voor zover de voorbereiding ging alles goed. We waren al onderweg en bij de grens begon Franco spontaan te niezen, te hoesten en haar stem vervormde alsof ze 10 pakjes sigaret had gerookt. Na een snelle zelftest bleek niet alleen Franco, maar ook ikzelf corona had opgelopen. En dat betekende dat we een enkeltje terug hadden naar huis. Dit resulteerde in een korte vakantie ever. In april gingen we een week naar camping De Rimboe in Lunteren. Hier maakten we leuke en mooie wandelingen naar het geografische middenpunt van Nederland. Ook werden we uitgenodigd om een weekje met de familie te gaan kamperen op landgoed Enjurk in Zeewolde, waar we gezellig met elkaar dagjes uitdeden, zoals wandelen tussen de koningspaden en pannenkoeken eten bij Hans en Grietje. In de maand mei ging een droom in vervulling. Ik wilde namelijk al heel erg lang een roadtrip maken met de brommer. En zo ging ik samen met mijn neef op de brommer naar Engeland. En dan naar Londen. Op naar Hoofdvoorland en daar pakten we de boot naar Harwich. En na 2 dagen reizen bereikten we Londen. Al met al zeer zeker de moeite waard. En u zult wel begrijpen dat ik dit in het jaar 2023 nog een keertje ga doen. Juni was de maand dat we de Vikingen terug moeten reden. Eerst Denemarken en na Zweden. We hebben daar mooie, maar ook gevaarlijke wandelingen gemaakt, samen met Hogi. Maar ook niet te vergeten Midsummer. En als hoogtepunt toch wel het eiland Öland. Wat heeft dit eiland ons toch verrast? Met de zeer uiteenlopende landschappen. De verschillen tussen Noord en Zuid. Maar 1 ding weet ik zeker, hier gaan we zeker nog een keertje terugkomen.
De maand juli was ook een bijzondere. Op uitnodiging van mijn moeder werden we verwacht om de betoverende Marie van Disneyland Parijs te aanschouwen. We verbleven daar 4 dagen en 3 nachten. Je zou de beelden kunnen zien, het blijft echt na al die jaren nog steeds magisch. Augustus was een rustig maandje. We gingen niet weg met de caravan, maar gaven een super gaaf feestje om het een en ander te vieren. De maanden erna waren tamelijk rustig en bleven we thuis. Op 1 weekendje na gingen we met de familie naar Roompotpark in Arsen. In de laatste maanden van het jaar gingen we, zoals jullie hebben kunnen zien, overwinteren in Frankrijk en Spanje. Maar ook dat ging bijna niet door in verband met brandstoftekorten in Frankrijk. Met een mooie omweg kwamen we dan toch in Zuid-Frankrijk terecht en uiteindelijk in Spanje. Dit was het jaaroverzicht over 2022. Maar wees niet ongerust, het jaar 2023 wordt net zo mooi en spectaculair. En we zijn nu al druk bezig met de nieuwe reisplannen maken. En mochten jullie nog mooie en pittoreske plaatsjes en natuurgebieden weten, laat ons alsjeblieft even weten. Mochten jullie het nou een leuke video vinden, duimpje omhoog graag, abonneren. En bij deze zeg ik, tot de volgende video.